Dan ben je niet goed, Snik. Kijk, ik ben zo geschrokken van dit verhaal. Ja. Dat ik me nu verslikt heb. Waarom zou je dat doen? Ik begrijp sowieso niet bij driekwart van deze programma's. Waarom zou ik in mijn blote reet op een eiland iemand willen leren kennen die ook daar in zijn blote reet loopt? Ik bedoel, waarom ben ik daar nooit voor? Nee. Nou, maar entertainment is dat waarschijnlijk uit de fabriek van John de Mol. Het is allemaal volstrekte onzin. Het is ook zonde van je tijd. Ja, ja. Ik heb gisteren op de streaming gekeken naar No Time to Die, heet het geloof ik. De nieuwste James Bond film. Het verlossen, kunt u mij horen? Nou ja, in de Maarten hebben we een niet onaardig stuk over dat in allerlei opzichten in België de boel beter georganiseerd is dan in Nederland. Dat we dat ooit nog eens moesten constateren, dat is niet waar. Dat in deze door allen niet waar zo vrolijk uitgelachen failed state, namelijk België, dat allerlei dingen, als je even naar al detail kijkt, blijkt het een stuk beter te gaan dan in Nederland. Maar wat gebeurt daar dan anders? Nou, van alles en nog wat. Het was beter georganiseerd dan het in Nederland is. Dat is bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Premies zijn stukken en stukken lager in België dan bij ons. Dat is bijvoorbeeld, hoe heet het, de kinderoppas. Dat is stukken goedkoper en beter dan in Nederland. Nou, kortom, mag ik iedereen aanbevelen om het stuk te lezen. Het staat trouwens ook op Blendel. Lees het maar eens. Ik kijk er van op. Is het in heel België of in een bepaald gedeelte? Nou, dit gaat over België als geheel. België is natuurlijk twee onderdelen. Vlaanderen is rijk en Wallonië is arm. Vlaanderen is rechts, Wallonië is links. Maar het gaat om een aantal zaken die in België beter zijn geregeld dan bij ons. Of goedkoper zijn en beter zijn geregeld dan bij ons. Ja, maar dat is natuurlijk waarom zijn als de premies, de ziektekostenpremies in België een stuk lager kunnen zijn dan hier. Terwijl dus in principe de medische zorg niet minder is dan hier. Hoe komt dat dan? Waarom is het dan bij ons zo godvergeten duur? Hebben we het slecht georganiseerd? Ja, dat vermoed ik. Dat het bar slecht georganiseerd is in Nederland. Overgeorganiseerd is in Nederland. En die overorganisatie kost veel geld. We hebben natuurlijk jarenlang gedacht dat we het buskruid hadden uitgevonden. Maar dat is dus niet zo. Ten eerste is het door Chinezen uitgevonden. Dat is dan weer heel wat anders. Maar wij hebben ook in metaforische zin al een hele tijd niet meer het buskruid uitgevonden. Maar daarmee wil je zeggen, we denken dat we geweldig zijn hier in Nederland. Mm-hmm. We hebben het enorm met onszelf getroffen. Niet terecht. Ja. We hebben een luchthaven die weliswaar enorm groot is. Oh, wat waren we daar trots op. Grootste haven ter wereld, grootste luchthaven ter wereld. Tenminste, is het al lang niet meer de grootste haven ter wereld. Dat was ook een schok voor mij om te ontdekken dat je ook al 9 havens in China hebt die groter zijn dan Rotterdam. Nee, we hebben onszelf wel erg op de borst geklopt, denk ik, in. Ik weet niet sinds wanneer. Maar het is natuurlijk ook een illusie om te denken als Rutte weg is dat het beter is. Want het is natuurlijk is dat zo. Rutte is de drager, de uitbater van een ideologisch complex. En dat ideologische complex, dat weten we wat dat is. Dat is die op zichzelf nogal vaag gedefinieerde neoliberale oplossingsfabriek. Dat de overheid eigenlijk een bedrijf is en dat de burgers eigenlijk klanten zijn. En dat alles bedrijfsmatig georganiseerd moet worden. Omdat het bedrijfsleven, want daar zit natuurlijk een diepe wortel van dit kwaad. Dat het bedrijfsleven dat veel beter werkt. Dat beter georganiseerd is. Maar dat is helemaal niet zo. We hadden allerlei overheidsbedrijven die prima werkten. Maar het moest wel geprivatiseerd worden. Denk aan de Nederlandse spoorwegen. Staat ook in dat artikel. De Belgische spoorwegen misschien niet een overweldigend succes had. Maar dat er zulke feestelijkheden als die de NS opdient. Dat er gewoon een hele dag geen trein rijden. Dat gebeurt daar niet. Nee, dat hebben wij. Dat wordt speciaal voor Nederland opgediend. Dat ook, nou ja, we hebben het toch over gehad een paar weken geleden. Hoe is het gods mogelijk? En dat gelaten geaccepteerd wordt. Er rijden geen treinen. En eerst laat een dag geen treinen rijden. Kwam maar goed uit, omdat dat toch misschien het lange termijn beleid van de NS is. Om die treinen geleidelijk aan op te doeken en te verkopen. Ik weet niet precies wat het is, maar ook die privatisering van de spoorwegen. Die deling in ProRail en NS. Het is allemaal van een
zo bedroevend. Van een soort bedroevend soort van schrale kleuterpolitiek. Is er iets waarvan je zegt dat gaat wel goed? Wat zou er nou eens wel goed gaan in Nederland? Ik heb economisch gaat het ons niet slecht. Ja, maar goed, dat is niet... Macro-economisch zijn we wel een succes. Ja, zonder meer. Maar dat geldt voor tot de rijkste landen van de Europese Unie. Ja, ik kon net zeggen. Dat en is in de jaren, als je kijkt naar de late jaren 70 en de vroege jaren 80, ging het ons macro-economisch helemaal niet goed. En uit dat dal hebben we ons geweldig omhoog gewerkt. Alleen is daar waarschijnlijk veel te makkelijk uit geconcludeerd dat als het economisch goed ging, dat we beter ook de hele rest van ons overheidsapparaat langs dezelfde principes zouden moeten organiseren. En ik denk dat dat een kapitale fout geweest is. Ja. Zeker natuurlijk de laatste. Nou ja, ons veel besproken onderwerp natuurlijk Rutte 2. Dat heeft natuurlijk dramatische gevolgen gehad op tal van terreinen. Als je toch even kijkt naar sociale werkplaatsen en de ruïnes die daar aangericht zijn. Het is, maar kijk, als je het vergelijkenderwijs beziet, horen wij natuurlijk tot de rijkste en prettigste landen ter wereld. Maar dat is natuurlijk relatief, denk ik, is onze positie ten opzichte van ongeveer evenwaardige landen wel minder geworden. Ja. Heb ook nog eventjes wat dingetjes uit Oekraïne. Je hebt al gezegd, nou, het lid worden van de EU, ja, dat is natuurlijk toch pure symboliek, of niet? Dat ze dat nu als worst voorgehouden wordt. Dat kan natuurlijk jaren duren voordat het eventueel doorgaat. Nou, ik zou zeggen, zet door. Er is natuurlijk al een heel omvangrijke handelsovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne. We hebben tot onze verrassing gemerkt dat tal van bedrijven in de Oekraïne op grote schaal high-tech producten afleveren aan de West-Europese auto-industrie. Dus kennelijk draaien en hoop van dit soort van dingen draaien kennelijk al goed. Laten we dat zo snel mogelijk intensiveren. Laten we kijken wat voor wegen er te vinden zijn om ze toch in versneld tempo zich bij de EU te laten aansluiten. Al is dat ook tegelijkertijd natuurlijk enorm problematisch. Want wie gaat de veiligheid van de Oekraïne garanderen in de komende jaren? Hoe gaat dat? We weten niet precies of we überhaupt over vrede of over een wapenstilstand, zo'n wat voor deal er over gesproken gaat worden. Kijk, het is duidelijk dat ook als wij om ons best doen als Europese Unie de Oekraïne, laten we zeggen, in onze richting trekken, sowieso is natuurlijk duidelijk dat het hele conflict te maken heeft met het feit dat de Oekraïne zich oriënteerde op het Westen, zowel in economisch en deels ook als in politiek opzicht, al is het toegegeven in allerlei opzichten ook een nogal corrupt land, of een van de meest corrupte landen in ieder geval in Europa. Ja, maar veiligheidspolitiek kunnen wij als EU niks doen. Dus hoe gaan we dat regelen? Wordt het dan toch een NATO-garantie? Ja, en iedereen vindt dat niet kan of dat onacceptabel is. En, nou ja, dat de Russen dan zo misschien sowieso blijven kloten. Het is heel open. En het is ook duidelijk dat de veiligheidsstructuur van Europa voorlopig onzeker is. Zeker ook gezien de onbeschrijfelijke ambitieuze kletskoek die Poetin gedebuteerd heeft over Peter de Grote en het traditionele imperium van de Russen en de imperiale karakter van de Russische bevolking. Dat je denkt, hallo zeg, door wie heeft die man zich laten betoveren in de afgelopen jaren? Omdat natuurlijk, ja, je zit steeds bij de Russen met die wonderlijke spagaat. Dat het economisch een kneusje is en dat het in militair opzicht natuurlijk toch een macht van enige betekenis is. Die bovendien natuurlijk vervuld is van ressentiment, wraakgevoelens. We zijn schandelijk behandeld. Dat is niet zo. Ze hebben vooral zichzelf schandelijk behandeld. Het Sovjet-imperium was ook al een ruïne. Waarom is het anders in elkaar gelazerd? Omdat het al een ruïne was. En omdat met name de managementklasse dat ook heel goed begreep. Dat is ook de reden dat Gorbachev's hervormingen daartoe hebben geleid dat het in elkaar gelazerd is. Maar goed, wij zitten wel met dat probleem. Dat zolang Rusland deze ambities klaarblijkelijk koestert, gesteund door een niet onomvangrijk militair apparaat, zullen we daar oplossingen voor moeten bedenken. Dat betekent dat Europa een andere en betere veiligheidsstructuur nodig heeft dan die er nu is.
Want daar zitten dus haken en ogen aan. In de zin, de EU kan van alles voor de Oekraïne doen, maar geen militaire bescherming bieden. Dan zou de EU in feite toch een eigen indrukwekkend genoeg militair apparaat moeten opbouwen. Zodat de Russen denken, dat risico kunnen we beter niet nemen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, de NATO is er. Maar goed, die kan zijn garanties niet uitbreiden tot de Oekraïne. Want dan zullen de Russen zeggen, ja, potverdrie. Zijn ze eigenlijk toch in een beetje via een omweg toch lid geworden van de NATO. Dat zou je kunnen doen. Maar dat zit er eigenlijk ook niet zo in. En bovendien, ja, die NATO, dat is allemaal hartstikke lollig. Maar de linchpin, laten we het maar even op zijn Engels zeggen, van de NATO zijn de Verenigde Staten. En aangezien we op de Verenigde Staten kunnen wij niet meer bouwen. De Verenigde Staten zijn natuurlijk een land wat in politieke en culturele verwarring verkeert. En dat zal niet voorlopig niet overgaan. Het is niet iets wat snel genezen zal zijn. Omdat het raakt in feite aan de wortels van wat er mis is met de Verenigde Staten. Nou, maar dat in allerlei opzichten een racistisch klotenland is. Hoe treurig dat ook is dat je dat zeggen moet. Ja, dus de ontwikkelingen daar die kunnen nog... Nee, nou ja, je zou, die van Middelaar, de columnist van de NRC over Europese kwesties. En die ik ook geïnterviewd heb voor de Maarten trouwens. Die heeft samen met een collega gezegd van ja, om al dit soort van problemen op te lossen, waar we eigenlijk op dit moment geen directe oplossing voor zien, zou het niet handig zijn om, zoals Macron heeft voorgesteld, een beetje een bovennationale organisatie te stichten, waarvan de Oekraïne lid kan worden, ik moest een beetje denken aan dat Partnership for Peace wat de Amerikanen ooit hebben voorgesteld in de jaren 90. Een soort van wachtruimte waar we iedereen in kunnen zetten en dan eens een tijdje kijken hoe het zich verder zal ontwikkelen. Dus dat je niemand voor het hoofd stoot. En dan kun je dan de Oekraïne ook inzetten natuurlijk. Eventueel ook Turkije, wat natuurlijk ook al 20 jaar wacht. Ja, ook Turkije natuurlijk wordt gegijzeld door een rek, namelijk Erdogan. Zijn ze ook nog lang niet vanaf natuurlijk. Nou, nieuwe verkiezingen komen eraan. Ook ja, hoe komen ze aan die gek? Nou, mag je 3 keer raden. Door de kiezers komen ze aan die rek. Maar hij is nu veel minder populair hoor, dan in het begin. Nou, nog steeds staan daar volgens mij aan de populaire kant. Dat is misschien ook een soort van oplossing. Al ben ik bang dat veel mensen... Dat wat die van Middelaar en zijn collega voorstellen, dat veel mensen dat een schijnoplossing vinden. Maar ja, we zitten met forse veiligheidspolitieke problemen. Economisch geloof ik, maak ik me niet zulke zorgen over de Europese Unie. Niet waar, dat is toch een zeer interessante, solide markt. Ik geloof ook de grootste markt, maar dat doet er ook niet zoveel toe dan. Er zijn natuurlijk 3 reuzen, economisch gezien, 3 reuzen in de wereld. Dat zijn China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Alleen is de Europese Unie wel een enigszins afwijkend exemplaar. Maar ja, dus we zullen onze zaken op orde moeten zien te krijgen. Geloof je er wel nog in met zoveel verschillende landen? Dan is in ieder geval het beleid zoals Hoekstra en Rutte het zich hadden gedacht, niet waar? Niet waar, de firma Kruideniers vooruit. Dat zal weinig zoden aan de dijk zetten. Ja, wat een playview hebben we weer geslagen. Jongen. Ja, die Economist had dan meerdere verwijzingen naar. De SD-kaart is full, zie ik hier nu staan. Dat is ook wel leuk. Dat de SD-kaart als symbool heeft een jerrycan. En dan zie je dus dat de symboliek die is nog ontleend aan een ander tijdperk in allerlei opzichten. Alsof je de SD-kaart niet waar kunt vullen door wat benzine bij te gieten. Ja, dat is wel grappig, ja. Dat zie ik nooit dat erop staat. Ja, jij zit daar nu. Ja, ik zie het staan. En ja. Zeker nu ik nieuwe ogen heb, zie ik ook dat het een echt jerrycannetje is. Hè? Ja, ja. Ook zo'n prachtig symbool van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel, ik weet helemaal niet oud. Ik moet meteen nakijken. Hoe zit het met de jerrycan? Is dat een constructie van de Tweede Wereldoorlog? Net als de standaard oliedrum. Hè? Is dat, wanneer hebben we dat gekregen? Is dat al uit de late 19e eeuw? Is dat een veel later ding? Wat er, hè?
Dus het zijn allemaal standaard verpakkingen. De jerrycan is een standaard. Hè? En de oliedrum is een standaard. En de container is een standaard. En niets is zo handig voor een economie dat iedereen dezelfde spullen heeft. Hè? Dat niet jouw jerrycan twee keer zo groot is als die van je buurman. Dat is hartstikke onhandig. Ja. Ja. Jij hoeft er maar twee te kopen en dan heb je al een dubbele voorraad benzine. Ja. Ik weet trouwens helemaal niet wat er in een reguliere jerrycan gaat aan benzine. Het moet toch wel vrij fors zijn. Ja. Er zijn genoeg mensen die het vullen en nu met de hoge prijzen, die dan een jerrycannetje vullen. Ja. En die zetten ze dan thuis in de garage. Die rijden dan naar Duitsland om goedkoop te tanken. Ja. Ik had lang geleden kennis. Dat was ook een zuinigheidsfreak. En die had een deusje vol. En dan had hij onderzoek gedaan naar waar de benzine het allergoedkoopste was in de omgeving van Utrecht. Hij was mede met mij bewoner van een studentenhuis. En dan ging hij s'avonds met die oude deusje vol ging die tanken in Boskoop. Omdat hij dan ontdekt had dat de benzine daar per liter... Ja, die was toen een fractie van de prijzen van nu. Dat de benzine daar een paar centen goedkoper was. En als je dan zei, joh... Ja, reken het nou eens even uit. Heen naar Boskoop, terug uit Boskoop. Dat je prijsvoordeel is van waarom. Het ging helemaal om het idee. Het idee dat hij goedkoop getankt had. Hij had ook speciale adressen waar hij heel goedkoop kon eten. Van de restanten die andere mensen in de loop van de avond niet hadden opgegeten. Ja, en dan moet je erbij zeggen, was dit nou iemand uit een heel arm milieu? Integendeel. Hoe verklaar je dat? Ja, dat is een zuinigheidscomplex. Mijn zuster had dat ook. En je hebt mensen met een gat in de hand. Nou, ja, bij mij zit er een vrij klein gaatje in de hand. En je hebt mensen die gepantserde handen hebben. Daar kan geen cent kan daar doorheen. Mijn zuster. Ja, als het een paar centen goedkoper kon, dan zouden ze het niet laten. Ja, maar het is dus, als ik het je hoor, ook een emotioneel ding. Want als je dus gaat narekenen... Ja, zuinigheid op dit niveau is een puur emotionele aangelegenheid. Ja. Ja, dus ook niet rationeel vatbaar deze mensen? Of, Nee. Maar ja, nou weet je, dat op het punt van financiën, koopgedrag, mensen totaal irrationeel in elkaar zitten natuurlijk. Denk aan het feit dat mensen allemaal veel te dure en te grote en te zware en te dikke en te onzuinige auto's kopen. Als je dat rationeel zou bezien, ja, dan zouden we allemaal, zeker in Nederland, waar je toch nooit hele grote afstanden aflegt, kun je altijd nog zeggen, ik huur voor de vakantie een zevenzitter waarmee je naar het buitenland kunt. En dan kan ik de hele rest van het jaar kan ik in zo'n gemotoriseerde vloogang rijden. Die ook een stuk makkelijker parkeert. Hè. Vergeet dat even niet. Ja. Ja. Nee, mensen zijn totaal irrationeel. Ik heb toch wel eens verteld dat hier in de buurt dan wordt zo'n huis wordt verkocht en dan... Mensen die erin trekken, die slaan de hele oude badkamer en de keuken, die gaan naar uit. Hè. Dat zijn hele interessante, eigenlijk symbolische plekken. En dan wordt daar dus iets nieuws geïnstalleerd volgens de allernieuwste regels van de keuken- en de badkamerinrichting. Dan vertrekken ze 12,5 jaar later vertrekken ze weer. Ja, wij wonen hier al 44 jaar in de straat, dus wij hebben dat bij de hand gehad. En dan komen er weer nieuwe mensen in. En de hele, die badkamer die nog geen anderhalf decennium oud is, die gaat er weer helemaal uit. En de keuken, idem dito. En er komen weer nieuwe spullen in. Dat is gek eigenlijk, hè? Dat is volkomen irrationeel. Want die keuken, als je een 4-pits gastoestel hebt, nou ja, dat werkt 40 jaar. Daar hoef je helemaal niet moeilijk over te doen. Kan zijn dat het dan wel eens iets meer is. Maar het zijn allemaal dingen. Neem ijskasten, die gaan ook eeuwig mee in feite. Maar die worden kennelijk ook heel snel vervangen. Mensen toch? Zeggen dat is niet mijn smaak. Dat vind ik niet mooi. Ja, goed, maar goed, dan moet je, als je eerst toegeeft dat het pure verspilling is, oké, dan kun je zeggen het is mijn smaak. Ik heb toch de centen. Waar bemoei je je mee? Hè? Ik heb gewoon liever een rode ijskast dan een witte ijskast. Ja, dat is in de mode. Of een zwarte ijskast of een ijskast waar 3 keer zoveel in kan. Hè? Je hebt mensen met van die reuze ijskasten. Ja. Waarbij mijn ervaring is dat die vaak niet al te efficiënt gebruikt wordt. Maar je ziet het toch ook bij die woonprogramma's op tv? Ik weet niet of je die wel eens kijkt. Nee, daar kijk ik nooit naar, joh. Kijk je dat programma Kopen Zonder Kijken? Heb je dat wel eens gezien? Nee, heb ik nooit gezien. Ik weet dat het bestaat, maar ik heb nooit gezien. Dan koop je dus een huis zonder dat je weet wat je gaat kopen. Dat doen die mensen van dat programma dan. Dan ben je niet goed, Snik.
kijk, ik ben zo geschrokken van dit verhaal. Ja. Dat ik me nu verslikt heb. Waarom zou je dat doen? Ik begrijp sowieso niet bij driekwart van deze programma's. Waarom zou ik in mijn blote reet op een eiland iemand willen leren kennen die ook daar in zijn blote reet loopt? Waarom ben ik daar nooit voor? Okay. Nou, maar entertainment is dat. Waarschijnlijk uit de fabriek van John de Mol. Het is allemaal volstrekte onzin. Het is ook zonde van je tijd. Ja, ja. Ik heb gisteren op de streaming gekeken naar No Time to Die, heet het geloof ik. De nieuwste James Bond film. IJzersterke start, moet ik zeggen. Vooral esthetisch ook. Ze hebben wel een hele goede cameraman. Hebben ze andere dan anders. Die hebben ze alleen eindeloos uitgesteld vanwege de COVID. Ah, oké. Okay. Ja. Want hij raakt aan. Ja, ik kom nu met een. Dames en heren, als u hem nog wil zien, dan kom ik nu met een spoiler. Dus het even uit en dan weer aan. James Bond overleeft deze film niet. Dat is helemaal dolkomisch. Hij zit op een eiland en dat wordt bestookt met kruisraketten. Een grote, hij komt om het leven, al een betraand muziek. Wat verschrikkelijk allemaal. En dan als dit allemaal achter de rug is, niet waar in de aftiteling ook gelopen heeft, staat een tekst in beeld. James Bond will be back. Dat je denkt, net als de Heere Jezus kennelijk, zal die weer opstaan uit de doden. Ja, IJzersterke start, maar het zijn verhaaltechnisch echt totaal krankzinnige films. Totaal krankzinnig. Ja, dat moet iedere keer extremer om natuurlijk het voorgaande weer te overgaan. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dit was ook een wel bijzonder vrij vergezocht soort van verhaal. Maar ik vond het begin was ijzersterk. En nou, ik zou zeggen, als ik nou één iemand de Oscar zou geven, ik weet niet of die film ook Oscars krijgt of wil hebben, dan zou ik de location manager, die zou ik echt een Oscar geven. Wat een fantastische locaties hadden ze. Echt ongelooflijk. Waar was het? Ja, ik denk een Italiaans bergdorp. Zoiets in die geest. Maar ook iets van zogenaamd Montenegro. Of het ook Montenegro is, dat durf ik je ook niet te zeggen. En nou ja, dan is het geloof ik ook nog een stukje Lago Maggiore, schat ik zo. Echt, echt fantastische locaties. Hè? En hoe kom je er dan op om dat te gaan kijken? Nou, omdat ik zocht naar lichte ontspanning. Omdat ik vond dat ik al hard genoeg gewerkt had die dag. Had ik ook wel gedaan. Ik denk, ga een film kijken. Dus ik keek eens bij Netflix. Zag weer zoals gewoon niks wat ik wel graag zou willen zien. En toen heb ik Amazon Prime heb ik volgens mij aangeschakeld. En daar zag ik dat er een hele reeks van James Bond films op zat, waaronder dus de nieuwste. Dus ik denk, nou ja, die wil ik ook wel zien op mijn prachtige cinemascoop-achtige computerscherm. Heb ik niet voor niks gekocht. Nou, ga je die dan samen met je echtgenote kijken of doe alleen? Ik heb het helemaal met pieren eentje bekeken. Ik denk dat mijn echtgenote er helemaal niks zou vinden. Nee. Maar ze ook wel een beetje gelijk en dan. Ik zit er eigenlijk aan gek genoeg zitten. Ik heb me er zeker genoegen naar te kijken en ik vind het totaal krankzinnige films. Ik kan het niet anders zeggen. Maar toch kijk je. En maar toch kijk ik, ja. Ik vind er niets aan. Ik heb er ook wel eens naar gekeken. Nee, ik heb er alle begrip van de wereld voor. Ja. Maar ik ben zo geamuseerd door, dat heet camp in het Engels, door het flauwekul karakter. En de enorme kosten die er gemaakt moeten zijn om dit soort type van films te produceren. Ja. Dat ik toch gefascineerd kijk. En ze zijn ongekend populair nog steeds, die films. Ook als ze weer in de bioscoop. Ik heb geen idee of deze ook vreselijk populair. Het was de afscheid van die Craig, die Daniel Craig. Ja. Die, dat is natuurlijk een beetje een probleem met de Bond films. Er is maar één Bond. Hè. Dat is de eerste. Dat is Sean Connery. Ja. En dat komt omdat Sean Connery iets had wat eigenlijk al die opvolgers niet hadden of te veel hadden. Namelijk dat hij ironisch was. Zonder dat irritant werd zoals bij Roger Moore. En dan was het allemaal ironie. Ja, dan heeft het ook gedaan. Dan voel je ook een beetje bij de neus genomen eigenlijk. Ja. En dat is een probleem bij hoe heet die? Bij die Daniel Craig. Dat hij niet erg ironisch is. Hij is een door en door serieus type. Vooral ook. Eigenlijk doet hij dat vooral het stille intimidatiewerk. Daar is hij een meester in.
Maar de emoties en de trillende lip, dat is niet zijn sterke punt. Ja, maar nu zullen we wel of een zwarte bond krijgen of een vrouw als bond. Nou, ik schat een zwarte bond, want dat was al een enorme instroom van zwarte actrices in de top van de film. Nu? Ja, Miss Moneypenny was zwart geworden en zijn opvolger, de 007 opvolger, was ook zwart. Dus ik schat wel dat we op dit punt een enorme sprong vooruit gaan maken. Ja, precies. Okay. Als je het zo wil noemen. Maar ja, qua locatie was het echt top. Er is trouwens één iemand van Netflix die luistert altijd naar deze podcast. Oh. Netflix, ja. Sorry dat ik naar Amazon Prime heb gekeken. Maar wat vind jij want je hebt ze allemaal. Is er eentje die eruit springt? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. In de zin dat ze allemaal wel een sterke punten hebben. Maar vaak heb je die sterke punten al wel eens een beetje gezien. Bij Netflix zijn dat natuurlijk natuurdocumentaires. Die heb ik echt allemaal gezien. En sommige heb ik ook wel twee keer gezien. Ik stelde ook die wat minder, kwalitatief wat mindere documentaires waar ik het over had. Die Andes. Ik geloof dat ook Netflix was. Dat heb ik toch met een zeker genoegen bekeken. Ik ben nou vergeten, er was een serie van documentaires over, zeg maar, Continental Drift. Dus laten we zeggen, hoe de continenten zich ontwikkeld hebben. En waar die breuklijnen lopen en hoe dat in elkaar zit. Dat wist ik helemaal niet dat Netflix daar zo sterk in is. Oh, ik dacht dat ook Netflix was. Nou, voor die meneer van Netflix, dat heb ik allemaal bekeken. Maar ik vind die films met al die schieterijen, die achtervolging, dat was trouwens bij James Bond ook wel weer. Die achtervolgingen zijn op getild naar een niveau van absurdisme dat je niet realistisch bent. Nee, maar wel vermakelijk tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Ja. Het is allemaal volstrekte onzin en het is ook zonde van je tijd. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.